Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. In de vorige aflevering zijn we in deze Moon Grotto beland. En we worden hier door Gizmo of zo, hoe heet die Pipo? Oh, Gumo's. Daar worden we eigenlijk door naar beneden gegooid. Deze hadden we vorige keer geunlocked. De bedoeling is eigenlijk dat we kijken waar we naartoe moeten. We zijn hier de vorige keer naar rechts gegaan, dat leek... Auw, dat was niet heel handig. Wat? Ja, ik denk dat we maar hier maar gewoon naar beneden gaan. Kijken voor die particle daar onderin. Alleen hier ging het net ook fout. Oké, die hebben we, zo'n fragment. Hier beneden is ook nog iets. Oh ja, daar moeten we ook zijn. Kut, sorry. Kut. Nog een keer. Ah, dit is irritant. Ja, ik heb geen saves op dit moment. Ja, we weten hoe dat werkt. Oeh, dan ging het bijna weer. De eerste beurt fout. Kut, kut. Oeh. Ja. Kut. We krijgen weer de cutscene opnieuw. Kom maar met die cutscene. Mapstone fragment. Return to a mapstone to unlock a new area map. Yeah. Good. Weer dood. Oh. Had ik nog maar een moment te saven. Zou ik anders een keer de andere kant op gaan? Misschien dat ik daar zo'n save ding krijg, dat we niet elke keer deze cutscene opnieuw krijgen. Oh, daar kunnen we niet eens heen. We moeten naar rechts. Oké. Is daar bovenin ook nog wat? Ja, je hebt daar ook zo'n fragment. We kunnen hier wel even naar kijken of we naar rechts kunnen. Oh. Wauw. Oké, we hebben een nieuw save point. Oh. Oh, dus even normaal. Oké. Moeilijk stukje, oké. Nog niet dood.
Top. Hier naar boven en dan gaan we dit stukje opnieuw doen. Of opnieuw doen. Dit hebben we nog niet gedaan. We moeten naar dit stukje toe. Oké. Kunnen we daar het beste weer een save zetten? Kunnen we zeker net niet omhoog komen, nee. Auw. Wat een vuile bitch. Kom op. Ja. Oeh. Oh, we hebben hier nu gesaved. Dat was niet helemaal mijn bedoeling. Moeten we nog een fragment daarvoor hebben. Even te kijken hoe deze werkt hoor. Oké. Dat is de spirit tree. Een spirit tree. Dus laten we daar maar kijken of we daar naartoe kunnen komen. Auw. Zo. Hier beneden is niks, oké. Weer zijn spirit tree gevonden. De Lirolei Tree. Absorbing. Double jump, hè? Oh, dat is top. Ja. Blij. Ah, zie je, kijk. Nu moet ik jump. Oh, dit gaat me met zoveel dingen gaat me dat helpen. Oh. Oh, dat is niet nodig. Yeah.
Heel ziek. Oké. Oh. Hoppatee. Hoe kan ik hierboven komen? Oh, dat zijn zoveel plekken in deze game waar ik dan waarschijnlijk nu wel... Ja, fuck. Nu wel terecht kan. Ik ben te vroeg gesprongen, wacht. Nee, ik wil op dat randje wil ik staan. Hoe moet dat dan? Is de vraag. Oh, ik moet via deze kant komen, denk ik. Kut. Ja, dat moet wel. Volgens mij moet dat wel zo. Dat is sowieso heel fijn. Oh, hier moet ik helemaal niet zijn. Boven verder niks meer interessants. Daar ben ik in ieder geval wel geweest. Dan weet ik dat hier niks interessants is. Dat we gewoon naar beneden kunnen. En dat we nu die double jump natuurlijk daar links kunnen maken. Dat is wel interessant. Oh, dat viel vies tegen. Kun je naar boven, kunnen ook naar beneden. Oh, daar kan je niet heen, kut. Oeps, levensvloer voor niks. Zal ik even 7 voor de zekerheid.
Oké. Even kijken hoe we dit dan gaan doen. Heb je rare weer? Oh, we kunnen hier nog niet zeven, dat is kut. Oh fuck, er zijn ook... Nee, er waren ook punten. Oh, wat kutstuk. Oké. Kijk. Nu kan ik zo meteen wel zeven eventueel. Moet ik eerst deze jumps opnieuw halen en dat gaat lukken, zo te zien. Nice, dan krijgen we nu... Oké, nu hebben we in ieder geval een mogelijkheid op de 7. Safe, oké. Een ability point. Heel ziek. 7. Air dash lijkt me wel fucking goed om nu te hebben. Oh, daar heb je 2 ability points voor nodig. Dat is interessant. Zal ik dat doen? Of zal ik charge flame burn? Laten we die doen. Auw. Dat ging best oké. Ah, ik ben hem aan het chasen, dus ik moest dit wel doen. Daaronder komt wel. Oh. Er gebeurt iets, het is spannend, ik heb geen idee wat er gebeurt. Zo, we hebben hier gesaved. Zo, ik heb hem geholpen. Nu ben Levi. Hij is nog steeds niet lief, ondanks dat ik hem geholpen heb. Nou ja. Ori brought kindness and hope to its heart. Oh, oké, nice.
Water Vein. This ancient gemstone will grant you entrance to the Ginso Tree. Remember, the element of waters rest high atop the Ginso Tree. We shall bring back the waters. Let's return immediately. Daar moeten we naartoe. Oké, interessant. Wij zijn daar, we zijn niet eens zo heel ver weg. En we kunnen met twee spirits, kunnen we die deur daar openen. Dat vind ik wel interessant op zich. Ik heb alleen geen spirits. Moeten we hier heel even naar beneden en dan dat pad terug volgen? Laten we dat doen. Want hier beneden is ook nog iets. Ik weet niet zo goed of dat de moeite waard is. Maar we kunnen wel gewoon kijken of we een pad terug kunnen volgen. Oh fuck, ik had de double jump blijkbaar al gedaan. Kut. Moet er helemaal omheen, hè, om daar te komen. Dat daarboven had kapot moeten zijn, helaas is dat niet zo. We kunnen kijken of we hier beneden iets kunnen regelen. Wel, fuck. Wacht, we zijn hier nu weer. Misschien helpt het als we gewoon een stukje teruglopen. Ik dacht namelijk, dit is beter, ja. Nu lopen we gewoon zo terug. Zoeken gewoon hier van die gemstones, want die zitten hier. Hier, kijk daar. Nu volgen we gewoon het pad terug. Kunnen we hier deze deur openen? Interessant, want hier is vast iets goeds. Kijk, dit trechtert, dus we moeten hier naar beneden. We worden geforceerd om naar beneden te gaan. Kut. Ik leef nog. Fuck. Ah, ik had moeten saven. Ik ben echt een sukkel. Ik had moeten saven. Ik ben een beetje een sukkel. Oké, terug. Wacht, ik kon trouwens niet zeven. Wacht, is er hier nog meer? Nee. Misschien als we hier terug jumpen. Ah. Kijk, nu hebben we dat in ieder geval gefixt voor de volgende keer. Okay.
Kijk. Hier weer opnieuw 7. Nu deze dingen openen. Nu. Je bent one-hit KO door die spikes. Laten we dat de volgende keer weer proberen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer bij Ori and the Blind Forest. Adios, amigos!